In Rijzen is het jaarlijkse standwerkersconcours gehouden. Want hoe breng je als verkoper je waren zo goed mogelijk aan de man? 10 standwerkers namen het vanochtend tegen elkaar op. En mede vanwege het mooie weer en de vakantietijd was er veel publiek. Potten hebben een inhoud van 4 tubetjes. Een tubetje is meestal rond de 8. Nou, 4 keer 8 is... Nou was u de eerste met 32. Fout. Is dit niet gewoon theater? Ja, een beetje wel. Ik vind het ook leuk. Ik zou ook het liefst cabaretier zijn, bij wijze van spreken. Dat zou ik nog mooier vinden. Ik zou wel zanger willen zijn en een heel stadion vol. Maar kan hij zingen? Dus ja, dan maar zo. Zou u wat van hem kopen? Ik zou het eerst willen proberen. Het kan best dat er wel iets, een stof in zit, dat het best kan werken. Maar ik zou niet gelijk nu zo'n potje kopen. Kom maar, handje naar voren, ga maar smeren. Hoeft niet zo bang te kijken, meneer. U wordt er niet zwanger van. U kunt gewoon smeren, nee. U bent behandeld op de stoel. Hielp het? Ja. Oh, heerlijk. Samsung en u? Ik sta nog even te wachten op een om iets te kopen. U koopt het wel? Ja, één potje, ja. Dan ga je glibberen, glabberen, glijden. Mevrouw, weet u wat glabberen betekent? Ja, ik ook niet, maar het klinkt wel leuk. Ik heb al heel wat spulletjes geprobeerd voor mijn voeten. En ik dacht van ja, weet je, is dit nu wel de oplossing? Dus ik zat even na te denken. Maar toen ik het op mijn hand gesmeerd had, dacht ik van nou, het blijft wel, trek wel goed in. Thank you.